Yes, sir. Deze kant op, toch? Ja. Oké. Okay. Nou weet ik even niet meer waar je woont. Dat is ook even lekker. Oh, 314, dus we moeten even een stukje lopen. Kon die wel praten, die man? Ja, praten met, maar ze horen volgens mij eigenlijk zo hard. Ja, dat denk ik ook, dat is. Ja, maar ik kan ook... Ze zijn echt nu Oost-Indisch zelf geworden. Ja. Hey, dit is grappig trouwens. Die oldschool McDonald's toys hebben ze hier. Ja, die deur, dat ding zit natuurlijk ook... Oh nee, is open, zegt hij. Zo mooi, ik ben even aan het filmen. Het is echt heel idyllisch. En ik ruik ook bloemen. Ik hoor vogels, nou dat is heel wat. Bijna pittoresk. Die tering, dat is ook een grote end. Nou goed. Deze eiken. Nee, het is gewoon net te koud. Ik heb hem niet. Ja, het is gewoon net. Nee, nee. Maar ja, nou, Jezus, heb ik Canada meegemaakt. Ja, je hebt natuurlijk ook geen rit geslapen. Nee, en ik voel me ook helemaal niet moe nu weer. Dat is wat jij net ook zei. Ik denk, Jezus. Ja. Ja, goed. Ja, dat instortmoment krijg ik nog wel, maar ik heb het nog niet. Je was echt heel diep in slaap, dat weet ik wel. Ja, natuurlijk. Ja, vind ik niet gek. Nee, dat vind ik helemaal niet gek. En ik was echt zo klaar om te gaan slapen. Echt zo... Ja, maar ik ben nooit slapen. En nogmaals, je hoort elkaar echt. Zeker met de deur dicht. Dan... Ja, ik moest echt... Wat grappig is, ik ren alsnog naar links. Wacht even, naar links? Nee, rechtdoor. Ja, oké. Okay. Nee, voordat je iemand... Wat heb je? Ik zie allemaal nieuwe soort fietsen, allemaal van die oranje dingen. Die oranje met die blauw daar achter ons. Oeh. Geen idee. Oh. Ja, die blauwe, dat zijn dan tweedehands fietsen, dat weet ik. Oh. Ja, daarom heb je ook heel veel. Toeristen op? Nee, niet toeristen. Nee, is goed. Ja, ik wil wel even fietsen, maar ja, goed, ik wil een fiets hebben. Ja, nee, dat is er met van handig. Hè? Huh?